ik mis je nog elke dag, Willy. Ik mis je nog elke dag, ook al ben je vermist. Welkom allemaal bij deze gloednieuwe video. Vandaag sta ik hier lekker bij Frank de Fisherman zijn huisje. En hij staat... Wat is je aan het doen? Wat ben je aan het doen, Frank? Je bent aan het... Wat ben je aan het doen? Dus hier niks. Je mist Barry, hè? Je mist Barry en Willy. Ik mis ze ook. Ik mis Barry en Willy ook nog steeds. Ze zijn nog steeds niet gevonden. Ik heb niemand er iets over horen zeggen, jongens. De prijs is nog niet geclaimd van de 20 of 10 diamonds die je kan winnen. Of winnen. Het is geen spel. Die je kan krijgen als je Willy bijvoorbeeld of Barry vindt en naar mij toe brengt. Maar goed, leuk dat jullie er zijn. Abonneer allemaal, zeker eventjes. Mooi gif. Like ook even. We gaan voor 3000 likes. Halen we niet de 3000 likes? Dan kom ik je opzoeken. Samen met die kat daar. En dan drinken we je cola op. Maar goed, dat is niet de planning van vandaag. Zoals je in mijn inventory hier al ziet, heb ik 2 zadels, wat leads, wat appeltjes en vuurwerk bij me. Nou, dat vuurwerk is trouwens niet gerelateerd eraan, maar waar zou ik dat nou aan gaan besteden? Zou je denken? Nou, dat is echt een hele domme vraag, want dat is, ja, elk normaal persoon die een beetje veel Minecraft heeft gespeeld, weet dat dit voor paarden is. Althans, ja, kan ook natuurlijk voor de varkentjes zijn. Maar dan zou ik worteltjes meenemen. Oftewel, jongens, ik ga weer wat paarden zoeken. Want ik weet dat ik heb een koets staan in mijn basis. Maar die koets die is paardloos. En ja, hoe kan die koets nou bewegen zonder paarden? Oh, gelijk eentje gespot. Nou, dit is echt heel chill. Kom op, jij bent de allereerste. Je hebt stipjes overal. Doe nou niet zo moeilijk. Oh mijn god, dat werkt niet zo met paarden. Je moet gewoon op ze zitten tot je ze betreed hebt. Ik denk, je hebt appeltjes nodig, maar dat is echt onzin. Je hoeft helemaal geen appeltjes te geven aan ze om ze op die manier te trainen. Hier, kom maar. 1, 2. Hartjes, hartjes, hartjes. Kom op. Kom op. En... Bruh, dit paard wil echt niet. Ja, hij is voor mij. Hij wilde ineens. Hier komen, hier komen. Kijk, top. Hoppakee. Jongens, we hebben een nieuw paard. Dit is gelijk wat ik wilde. Deze gaan we neerzetten. Dus ik vind deze ook wel leuk. Met al die stipjes die hij op zich heeft en zo. En dan die blonde haartjes van hem. Hoe gaan we hem noemen? Kees. Hij gaat Kees heten. Oh, ik wil gewoon weglopen zonder Kees. Maar ik moet niet vergeten dat ik hem wel mee moet nemen. Op mijn eerstvolgende avontuur. Op zoek naar een tweede paard. In principe kan ik er maar 2 mee. Nou, ik kan er meer mee nemen, want ik heb wat leads bij me. Ik ben hier ook bij Kingdom Forden. Maar ja, ik ga niet hun paarden stelen natuurlijk. Dat is ook een beetje gek. Mooi landschap is dit trouwens hier. Het is echt heel groot. Hé, hey, is dit Bob? Bob, ben jij het? Nee, dit is geen Bob. Dit is een andere random trader in de villager. Paarden. Hallo, waar zijn jullie? Ik wil er nog 1 spotten, minimaal. De jungle gaan we niet zoeken, want ja, dan daar gaan echt geen paarden spannen. Dat is natuurlijk zo'n hoog boomgebied en weet ik wat. Het platteland hier is perfect om paarden te vinden. Ik vind er ook gewoon echt... Eentje, ik dacht dat ik dood viel. En meer niet. Meer dan dat krijg ik gewoon niet. Het is gewoon 1 paard. Hé. Hey. Is het... Nee, toch? Is het niet Willy, toch? Is het wel een dark oak blokje? Nee. Oh mijn god, je leek even op Willy. Oh! Ik dacht dat het Willy was. Ik denk, nee, we hebben Willy gevonden. Maar dat zou heel gek zijn als Willy hier was. Wat doe jij hier? Wie ben jij? Wie ben jij en wat... Doe je... Onbeleefd. Als ik het zo mag, zelf mag zeggen. Stik er dan maar in. Hè? Niet Willy, wie je ook bent. Kees, ik ben bang dat jij het enige paard bent dat ik vandaag ga vinden. Laten we dan ook maar teruggaan. Gewoon in ieder geval jou even veiligstellen. Het zou een beetje lullig zijn als er iets zou gebeuren... Met Kees. Oh mijn god, ik was helemaal vergeten dat die klifjes zat. Althans, ik dacht dat ik er omheen zou gaan. Het zou lullig zijn als er wat met Kees zou gebeuren. Op het moment dat ik hem terug zou brengen naar mijn baas. Dus nou, hoppakee, daar zijn we. Hartstikke leuk. Waar gaan we Kees even neerzetten? We kunnen hem ook, ja, hier neerzetten. Maar dat is een beetje stom. Ik denk dat ik Kees gewoon wel gelijk... Oeh, trouwens, hij is wel bedoeld voor hier. Hij is bedoeld om hier zo aan vast te staan, weet je. Zodat hij hier... Dat klopt het toch? We kunnen ook 1 paard doen. Dat is een beetje stom. Ik bedoel, 2 paarden is wel de bedoeling. Oké, we gaan jou even een nametag geven. Kees, hold on. Ik ga even naar Bonkie. Toe. Bonkie hier in mijn kasteeltje, die heeft nametags natuurlijk voor iedereen, hè? Ja, niet alleen voor zichzelf, zou een beetje lullig zijn. Bonkie bewaart nametags voor iedereen. Het is een aardige vriend. Het enige is dat hij er altijd geld voor wil. Dat vind ik een beetje gierig, maar... Nou, Bonkie. Hier. Gier dat je bent, dat je er altijd maar geld voor vraagt. Voor al die poepdingen van je. Gaan we bij Barry de Blacksmith. Daar hebben we een crafting table. Of crafting table, wat zeg ik nou? En veel. Kees. Kost 1 XP. Ik heb gewoon niet eens 1 XP. Hoe kan ik gewoon 0 XP hebben? Dat maakt niet uit. Dan gaan we naar Bertha. Ook heel aardige vrouw. Ook een beetje gierig. Die vraagt ook voor alles wat ze aan mij geeft geld. Gierig haar dat het is. Bertha. Nou, geef jij maar eens bottle of enchantments. Dan doen we dit allemaal weg. En dan... Hatspats, hatspats, hats. Oh, even kijken. Hatspats, 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 hatspats. Zo. Nou, dan zijn we level 6. En dan nu kunnen we wel Kees. Kees het paard. Oh, zo'n mooi paardje. En boom. Kees.
Het is een beetje teleurstellend dat we er maar één hebben gevonden. Maar hè, we doen het ermee. Oké, jongens, ik zie daar Frederikse huis. En er staat nog steeds overal niet betreden. Dus ik denk dat we er nog steeds niet heen mogen. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Ik weet ook niet waar hij is op het moment. Hij heeft wel mijn kerkbel. Oh, hij heeft hem niet helemaal goed gefixt. Hij is een paar dingetjes vergeten te waxen. Oh, Frederik. Dit ga ik in de, in de factuur terug laten brengen. Of terug laten komen. Weet ik voor hoe je het zegt. Hij heeft het niet ideaal gedaan. Hij heeft vier dingetjes gemist. Ja. Oh. Snap je nou niet waar ik het over heb? Moet je even de vorige aflevering kijken. Ik kan Kees, als ik wil, ook bij mijn andere dieren zetten. Maar het ding is dat ik dit toch binnenkort allemaal ga verbouwen, weet je. Dus dan kan ik ook... Huh? Wacht even, hoor, jongens. Huh? Waar zijn nou mijn dieren heen? Ik heb letterlijk nog maar één panda en Gerda. En deze panda is naamloos. Dus dan mis ik. Ik mis opa Gerard. Ik mis opa Toos. Ik mis Stip. Ik mis Fleck 2.0 was al dood. Flip mis ik, volgens mij. Wat we... Waar zijn letterlijk al mijn dieren heen? Zijn die met William Buddy meegegaan of zo? Huh? Oké, en nu? Nu denk ik dat er wat aan de hand is. Dat iemand ze steelt of zo. Huh? Kijk, ik dacht misschien, dat Willy en Buddy vermist waren. Ik dacht precies dat ze gedespawned. Maar ja, dat vond ik al sterk met een name tag op, weet je. Dan precies is ze gekild. Maar door wie of door wat? Maar nu ik hier loop... En ik kijk en ik zie dat letterlijk al mijn dieren missen. Behalve Gerda, voor some reason. En één panda. Maar ik weet niet waarom Gerda 2.0 wel nog hier staat. Maar er zijn ook geen clues achtergelaten of zo. Er is wat geks aan de hand, jongens, hier in Cold Red Veen. In mijn kasteeltje. Er is wat heel geks gaan. Heb jij wat meer gezien, Brutus? Heb jij iets gezien? Iemand iets zien doen? Misschien is het... Nee. De enige wie ik verdacht zou kunnen stellen... Zou Nathan zijn? Of Robin of zo? Want... Wie zou het nog meer doen? Of is het die guy daar? Die wat is het? Die Frederik. Maar ja, dat is volgens mij ook gewoon Robin. We gaan even op onderzoek uit, jongens. We gaan heel even langs de basis van Nathan. Misschien dat ze toch wel in dat huis zit. Ik denk het niet, hoor. Dit is een veel te klein huis. En ik hoor ook niks als ik daar in de buurt sta. En ik heb er net een portal ingebouwd. Dus ik moet even hier nu de deur naartoe verplaatsen. Zo, hoppa. De deur staat voortaan. Hier, hoppakee. Zo. Laten we even naar Nathan gaan. Oké, daar zijn we dan. Even op de map. Kijk, is die geüpdate? Denk het niet, hè. Want dat paarse gebouw staat er nog niet op. Want ik ben hier. En dan moet dat paarse gebouw moet daar rechts staan. Nee, dat is helemaal nog niet geüpdate. Oké, als... Ja, ik weet niet of Nathan het gedaan heeft, hoor. Het is de enige wie ik mogen... Ja, wie zou het anders moeten doen? Maar of het is, ze zijn wel echt allemaal dood gegaan. Dat kan ook. Maar dit is toch ook veel te groot om te onderzoeken allemaal. Ik denk... toch niet dat Nathan dit gedaan heeft. Jongens, stel jullie hebben een idee. Want dit is wel heel... Ik hoor villages. Maar ja, dit is een grote training al natuurlijk. Zou wel een ideale plek zijn om Willy ook vast te houden. Nathan, dit was ik helemaal vergeten. Jij brute moordenaar dat je bent. Kijk wat hij met villages doet. Dit is waarom ik Nathan verdacht vind. Dit is de reden. Jongens, heb jij een idee? Laat alsjeblieft even weten waar mogelijk Willy en Brutus en alle andere dieren kunnen zijn. Nathan is wel echt een villager-handelaar, zoals je kan zien. Dus hij is wel mijn number one suspect. Ja, ik kan ze alleen nergens vinden. Dus ik denk, ja, het zal dan wel niet zijn, natuurlijk. Er klopt toch iets niet. Nou, ik ga in ieder geval maar gewoon weer naar huis. Misschien komen we er nog wel achter. Maar goed, jongens. Wij kunnen een aflevering geen aflevering noemen zonder een leuke timelapse. Of gewoon een beetje bouwprogressie natuurlijk. Dus vandaag ben ik van plan dit hoofdpad een keertje gewoon mooi te maken. Met de omgeving daadwerkelijk alvast klaar te stomen voor huizen en zo. Want zoals je hier ziet, deze, als je bij het kasteel hier dit hele gedeelte hier. En dit hier allemaal. En een beetje hier zo en daar zo. Het klopt allemaal gewoon nog niet echt lekker, weet je. En dan daar. En daar en daar en zo wel. Maar dat zijn aan de randen van de stad. En de plek waar ik eigenlijk het meest kom, ziet er nog zo uit. En dit pad hier, dat is natuurlijk ook vorige aflevering een beetje fout gegaan. En met Kees in ons midden hier, die vervangt even ons gat in het hart dat wij hebben gekregen door het verlies van Willy en andere villagers en diertjes en weet ik veel wat we allemaal verloren zijn. Zolang Arie er nog maar is hier ergens. Maar goed, met hem bij naast onze zijde, denk ik dat wij helemaal klaar zijn om dit hoofdpad even een keertje leuk te maken. Dus je hoort de muziek waarschijnlijk al opkomen. We gaan het natuurlijk met een leuke timelapse doen. Abonneer zeker even als je dat nog niet hebt gedaan. En dan veel plezier met de timelapse. Yeah!
Oké, jongens. Wat een mooie timelapse was het, hè. Beetje anders dan verwacht. Maar dat maakt niet uit. Nu heb ik een beetje gek nieuws voor jullie. Na deze timelapse heb ik weer een uur opgenomen. Helemaal voor jullie. Allemaal leuke dingen gedaan. Het was echt heel leuk. Heel gezellig. Enig probleem is dat mijn microfoon uitstond of zo. Of ja, geen idee. Ik deed het niet. Dus die opname, daar heb ik helemaal niks aan. Maar zoals je natuurlijk kan verwachten tijdens een opname, heb ik wel heel veel gedaan. Maar goed, ik geef aan jullie uitleg wat ik heb gedaan in een kort leuk verhaaltje. Het begon allemaal met de tunnel die ik had gegraven. Tijdens het maken van deze detour kwam ik een mega grote grot tegen. Daar ben ik een paar keer doorheen gevlogen, bijna dood gegaan, hartstikke leuk. Vervolgens ben ik even naar de nether gegaan, heb ik wat blazers gedeeld, zodat ik nieuwe ender chests kon maken. Maar we hadden niet genoeg obsidian, omdat ik mijn nether portal had verplaatst. Dus ik ben super hard gaan vliegen door een nog grotere andere grot, om eventjes lekker obsidian te hakken. Vervolgens om te kijken naar hoe glow squid zelf wordt pleegd met z'n allen. Geen idee waarom ze dat deden, ik vond het een beetje gek. Toen ben ik terug omhoog gevlogen in mijn prachtige kasteeltje. Ging bijna fout, wederom. Even wat ender chests op verschillende plekken door mijn kasteel geplaatst. Naar het winkeleiland gegaan om teleurgesteld te worden dat er geen sharpness verkocht wordt. Mijn dagboek van een half jaar geleden even bijgewerkt. De icoontjes bij de steenwinkel even aangepast. Toen een van de kraampjes geclaimd om daar vervolgens ook allemaal hout in neer te zetten. Zodat ik ook nieuwe diamonds kan verdienen op mijn eigen marktplaatsje. De signs aangepast zodat iedereen leuke kleurtjes heeft. En toen had ik mijn video al heel leuk afgesloten met Kees het paard. Om erachter te komen dat mijn audio gewoon niet werkte. Oké, dames en heren. Welkom bij poging 2 van de opname. Ik heb zojuist een uur van mijn leven, of weet ik veel hoe lang het was, verspild. Ik had zoveel dingen gedaan. Je zag het net in de recap. En aan het einde kwam ik gewoon achter dat mijn microfoon niet werkt. Het is zo stom. Maar goed, kan gebeuren. Hè? Dan ga ik even nog een keer laten zien een beetje wat ik gedaan heb. Ik heb hier een leuke trap gemaakt in plaats van het pad dat hier zo door het midden ging. Ik vond het een beetje standaard dat zo'n klein dun pad hier door het midden ging. En ik kon er niet zo heel veel mee, weet je. Zij is weggehaald. Er is nu een iets langere route zo omhoog. Het ziet er wel leuker uit. Hier is lekker ruimte voor een nieuw huisje. Of weet ik veel wat ik er wil plaatsen. Misschien dat Floor of René wat leuks wil doen. En zoals je zag had ik een grot gemaakt. En dan denk je, Max, waarom heb je nou een grot gemaakt? Wat heb je eraan? Nou, ik dacht, weet je wat? Elke keer als ik vanaf hier daarheen ga, dan vlieg ik wel, weet je. Of dan neem ik die andere route. Waarom zou ik nou hier gewoon weer een simpele route doen zoals daar? Ik dacht, nee, we gaan een toeristische route maken. Een leuke extra route. En die begint hierboven of daar beneden. Ligt eraan van waar je komt. En dan ga je erin. En ik was bezig met het maken van deze gewoon grot. En toen kwam ik in deze mega grote grot terecht. Je ziet bijna niks zo donker als het is. En toen dacht ik, weet je hoe leuk dit is? Weet je wat ik voor leuks ik hiermee kan? Dat je gewoon halverwege hier bij het cirkeltje gewoon een uitzichtpunt hebt. En als we dit nou ook een keer gaan belichten, ik kan wel laten zien aan jullie hoe diep het is. Als ik deze torch volgens mij drop, moet je zien, hè? Oh, kijk hoe diep het is. Hier kan ik serieus heel veel leuks mee, jongens. Dus hier kunnen we misschien een keertje belichten. En dan kunnen we hier gewoon hele ondergrondse wereld maken. Oh, zo mooi. Maar goed, deze grot die moet natuurlijk nog gedetailleerd worden. Het is een beetje saai op het moment. Het is gewoon er zit helemaal geen details en geen blaadjes en geen lichtjes en niks moois in. Verder had ik hier inderdaad een winkeltje gemaakt. Ik dacht, weet je wat, ik wil mijn hout weer gaan verkopen. In plaats van dat ik op mijn vlot doe, doe ik dat lekker gewoon hier bij Max zijn houttent. 1 stack is 1 diamond. Wie weet verdien ik er nog wat, is wat mee. Meneer de portal staat lekker daar buiten. Zodat mensen echt buiten mijn stad spannen. In plaats van midden in de stad. Voor de rest, ja, alle kleine dingetjes hebben jullie wel in de dinges gezien natuurlijk, hè. In de korte recap. Maar goed, ik heb een beetje een verdrietige conclusie gemaakt. En dat is namelijk, ik wil mijn pad zo, die gaat hier naar beneden. En dit lijntje hier staat bijna helemaal recht met de ingang van mijn arena. Zie je de rechte lijn hier? En zien jullie dan ook het obstakel? Wat hier in het midden plaatsvindt. Het bijenhuis vond ik heel leuk toen ik hem maakte in een bos in de omgeving. Het was een soort schuurtje buiten mijn kasteeltje om. Maar aangezien het kasteel zo groot is geworden en zo massaal en stedelijk en zo, past hij er niet meer echt bij. Dus jongens, ik wil hem weghalen en aan de bijen natuurlijk ergens anders naartoe verplaatsen. Maar ik wil jullie toestemming daarvoor. Dus laat alsjeblieft in de reactie weten als je het erg vindt als ik het bijenhuis weghaal. Waarschijnlijk ga ik het wel doen, maar ja. Hè? Zo erg is het niet, jongens. Ik kan vast wel een leuk nieuw plekje voor de bijen bedenken. Maar hij staat zo erg in de weg. Ja, hij past ook niet meer bij de rest van de stijl. En het is gewoon... Het is een beetje verdrietig. Maar ik zie echt een mooi pad hier voor me. Met een vijver in het midden. Met fonteintjes die uitsteken. Met bomen aan de zijkant. Dat je om de vijver heen moet lopen die recht is om daarheen te gaan. Dat dit echt een mooi groot hoofdpad is. Met huisjes aan de zijkant. Een zijpad wat hierheen gaat. Wat uiteindelijk hierop aansluit. Hé, dat loopt... Oh, nee. Oh nee, is dat Frederik? Was hij er weer? Oh nee, hij is er weer. Oh mijn god, hij is René aan het bang maken. Nee! Wat doe je nou? Laat René met rust. Oké, weet je wat jongens? Ik moet toch een meeting met ze starten. Oh, hij ziet me. Oh nee. Nee. Kom niet deze kant op, alsjeblieft. Kom niet deze kant op.
Oh nee, hij komt deze kant op. Nee. Ik heb zo geen zin in Frederik. Hallo Frederik. Hallo. Wat kom je doen? Wat ben je aan aan het terroriseren? Ja, wie is dat? Ik dacht dat ik hier de enige was. Nee, er wonen twee andere mensen hier. René en Floor. Wie? Dat is René en Floor. Oh. Maar goed je te zien. Ik wil een meeting starten met eigenlijk René. Maar weet je, omdat je er toch bent... Ga ik in ieder geval weg. Nee. Kom maar mee. Ik zie me maar boven daar in mijn vergaderruimte, oké? Nou vooruit dan. Oké, dan zie ik je daar. Ik ga René halen. Nee, Rini. Hallo. Sorry dat... Frederik, dat is gewoon Robin trouwens, maar ik laat hem in zijn waarde dus, hè. Frederik noem hem even. Dat hij aan het terroriseren is. Maar... Ik vond hem helemaal rot. Serieus? Ja, hij staat er nou in de deur. Ik wil een meeting starten. Floor is er niet. Die kon helaas niet komen. Maar we hebben een probleem. Ik ga het zo aan je uitleggen. Dus als jij helemaal naar boven naar mijn vergaderruimte kan, dan zie ik jou daar. Oké? Okay? Ja. Dan zie ik jou over een minuutje. Oké, jongens. Namelijk, de meeting die ik wil starten gaat om het probleem. Willy, Barry, de dieren die zijn vermist. En er is nog iets vermist, jongens. Ik was bezig met mijn timelapse en er viel mij iets op. Ik keek naar mijn prachtige huis van Frank de Fisherman. En ik denk, nou... Wat een leuk visje aan die kant. En wat een leuk visje aan de... Mijn visje is weg. Er is gewoon letterlijk iemand die hier... Je ziet het is afgechopt, gewoon afgehakt. Iemand heeft mijn vis die hier hangt weggehaald. Zonder toestemming. Ofwel jongens, er is echt wat gaande hier. Ik denk serieus dat het of Frederik misschien is of Nathan. Nathan is echt nog steeds mijn hoofdsuspect. Want wie zou dat anders nou gaan doen? Maar dit geeft me ook wel weer hoop dat Willy en zo gewoon nog leven. Maar ja, ik vind het wel kut dat mijn visje hier gewoon weg is. Dus jongens, hebben jullie nou een idee van... als die vis, die is natuurlijk gestolen. Dus hij moet ergens anders zijn. Hij moet waarschijnlijk ergens anders geplaatst zijn. Dus we kunnen een zoektocht gaan doen daarna. Maar goed, ik heb een meeting met hun gestart. Om even te gaan overleggen erover. Dat is hier boven in mijn kasteel. Zijn jullie er allebei? Oh. Ja, hoi. Waar is Frederik? Ik weet niet, maar hij hoort mij net wel missen, dus... Echt? Mijn map is trouwens ook weg. Misschien heeft dit ook wel te maken met... Oh, nu valt de pinda op de plek. Ik snap hem. Ik snap niet wat er aan de hand is, maar... Ik denk dat ik meer snap. Frederik, schiet op. Maar daar ben je al. Jezus, ben jij traag. Goeiedag. Oké, ga zitten op je plek waar je vorige keer ook... Of ga daar zitten, dat mag ook. Welkom bij deze meeting. Oh ja, we gaan echt zitten, hè. Dat kan tegenwoordig. Dankjewel voor het komen naar deze meeting. Ja, Frederik, je hoort hier tegenwoordig ook thuis. Nee, niks. Geen antwoord. Hallo, Frederik? Wat? Je hoort je tegenwoordig ook thuis. Als je dat zo noemt, ja. Maar, jongens, ik ga even tafel staan dat het met urgentie is. Er zijn dingen vermist in het Koninkrijk. Willy, Barry, Stip, Vlek, weet ik voor wie allemaal, weet ik voor welke dieren allemaal vermist zijn. De opa Gerard en opa Toos zijn vermist, de panda's. En deze map, ik denk dat deze bij het complot hoort, dat deze ook voor de helft is gestolen. En... Nu valt het kroketje in het frituurvet. Ja, exact. Dat zei ik ook al. Maar wat er nog meer mist is, jongens, kom mee. Kom mee. Dit was gezellig hier in de meeting ruimte, maar we zijn hier klaar. We moeten weer naar beneden, want ik wil jullie wat laten zien, oké? Kijk, René, als jij mijn Fisherman's House ziet, wat mist er dan? Een visje. Ja, die is weg. Die is ook gestolen, zie je aan deze kant. Hier, kijk nou. Hij is gewoon afgehakt. Oftewel... We hebben een dief, of in ons midden, of het is iemand anders. Mijn hoofdverdachte is Nathan. Maar het feit dat dit gestolen is, betekent dat we het ook ergens kunnen vinden. Net als de villager. Net als de villagers en de dieren. Dingen. Ja, maar misschien dat de map ook wel vermist is, daadwerkelijk. Dat iemand de map heeft gestolen. Dan missen gewoon echt heel veel dingen. We hebben echt een dief. Dus als jij een idee hebt wie het mogelijk kan zijn, of dat jij het bent. Hè? Nee, ik heb geen idee. Waarom zou ik villagers stelen? Oké, nee, dat is fair enough. Dus ik ga jou vragen, en Frederik en Flor als het er is, om op onderzoek te gaan. Nee, ik ben ook op onderzoek gegaan. Ik heb Nathan zijn basis zo'n beetje doorzocht, maar ik kon niks vinden. Waarom denk je niet dat het Frederik is? Hij is zeer nieuw en zo, denk ik. Nou, omdat het is gewoon Robin en ik denk dat Robin een beetje... Hij is niet echt goed in zijn hoofd, zie je wel. Nee, exact. Dus hij wacht, we mogen niet zijn huis betreden, maar we kunnen even stiekem gaan kijken. Hij is toch pas onderweg. Dat ding is ver traag van hem, dat beest. Hij staat wel overal niet betreden, maar we kunnen stiekem even betreden, als je wilt. Oké, komt-ie. Misschien vinden we wel iets. Oh, wat is dit? Oh, grappig. Hij heeft allemaal... Oh, wacht, nog niks overhalen. Wat zit er in de kist? Niks? Oh, wacht. Oh, het is een trapchest, of niet? Ja, ik zag iets roods.
Zie je dat? Oké, wacht eens. Wat heeft hij hierboven? Niks verdacht in principe. De Franse vlag, dat vind ik een beetje verdacht. Nou, ik vind het best verdacht hoor, zo'n trapje in het midden van huis. Ja, oké. Okay. Zullen we een lever overhalen of toch maar niet? Ik ga buiten wachten. We wachten daar nog maar even mee, want ik denk dat Frederik er zo wel aankomt, of Robin. We zijn hier nooit geweest, oké? Sure. Hey, Frederik. Hallo. Ik heb net ook al aan René gevraagd, hetzelfde aan jou. Als je wil, mag je onderzoek doen naar de mysterieuze verdwijningen in de stad. Ik ga het ook aan Floor vragen. Over hier, kijk boven, de vismist. En de map. En de dieren. En de map en de dieren. Er is veel. Hou je dier goed bij je voordat het snor mist. Heet die snor? Ja, het heet origineel Willy snor, maar we hebben al een Willy, dus we hebben de Willy weggehaald, nu heet hij gewoon snor. Dat klopt. Maar ik zou snor goed bijhouden voordat hij ook verdwijnt. Ik zet hem in zijn hok. Goed zo. Mag ik trouwens bij jou naar binnen kijken, of... Oh ja, echt? Wel, mag wel. Oké. Okay. Moet de waarschuwingsbordjes nog weghalen. Maar dat doe ik wel een andere keer. Moet ik ze weghalen voor je? Nee. Oké. Duidelijk. Oh, je was weg. ik dacht, hoe doe je dat? Wat gezellig hier. Een kist, yeah. Bloemetjes en een vensterbank. En that's it. Yeah. Mag ik meer niet? Boven ook niet? Mag ik even kijken of jij hier misschien iets verstopt stiekem? Ja. Oké. Waarom heb je de Franse vlag als bed? Oh. Dat ik hou van Viva la France. Oké. Okay. Nee, het ziet er goed uit. Ziet er goed uit allemaal. Ja. En blijf jij nu hier of? Nee. Oké. Okay. Hey, jongens, allemaal een beetje onderzoek uit. Ik ga ook kijken of ik iets kan vinden. Of ik... Waar is hij nou? Hij is al weg. Huh? Hij is al weggegaan. Nee, hij ging die kant op. Oh. Nee, maar ga maar op onderzoek uit. Ga ik ook nog even kijken of ik iets kan vinden, oké? Okay? Oh, oké. Okay. En als je iets weet, let me know met een boekje. Zoek me op, weet ik veel. Ja, maar ik heb echt de neiging om aan die levers te zitten trekken. Dus Nou. Dat lijkt me geen goed idee. Doe maar niet, inderdaad. Doe inderdaad nog maar niet. Nee, dan... Over de bijtjes kijken. Ja, over de bijtjes gesproken. Ze gaan waarschijnlijk binnenkort weg. Nee, hoezo? Ja, omdat het er niet meer bij past. Ik ga het huis weghalen. Ben je er nou verdrietig over? Wat doe je? Afscheid nemen. Oké, nou, als er wat is, dan hoor ik het van je. Nou jongens, we hebben de meeting gehad. We hebben even gepraat over van alles. Ik hoop dat we snel de oorzaak vinden van de missende, weet ik veel wat allemaal. De missende vissen, de missende beesten. Ik hoop dat Kees moet veilig blijven. Kees, hou je taai. Blijf alsjeblieft bij mij. En dan hoop ik dat we samen met z'n allen het mysterie op kunnen lossen. Jongens, als jullie een idee hebben, laat het alsjeblieft in de reacties weten. Voordat er nog meer dingen vermist raken. En laat even weten of ik aan een van die levers moet zitten bij Frederik. Misschien moet ik wel zo'n hendeltje overhalen. En trouwens, die stomme stinkfloor, die heeft gewoon nog steeds niet de boekie gelezen, want er zitten nog steeds overal toortjes op elk huis. Verdomme Floor. Ik ga trouwens even boven op de kerkbel kijken, want Frederik heeft zijn taak niet goed uitgevoerd volgens mij. Dat hadden we natuurlijk al geconcludeerd, maar misschien nu Frederik er weer is, nu die wakker is, dat we daar dan ook wat aan kunnen doen. En ik weet dat Frederik die kant op liep, dus we kunnen even aan hem vragen. Goeiedag. Ik haat je echt. Frederik, nu je hier toch bent. Ja. Kijk eens boven je. Dat heb je... Kijk eens daar. Dat heb je niet goed gedaan. Dat heb je... Je hebt het helemaal... Nee. Je hebt het fout gedaan. Kijk eens naar deze hier in het midden. Die is niet goed. Die is veel te licht. Hoezo? Die is een mooie bel. Oh, die is altijd ja, anders dan de bel ja, zelf. Ja, oké. Okay. Maar die moet je ook nog wassen, hè? Waksen. Ik zou jou eens wassen. Oké, nee, daar ga ik vandoor. Dat vind ik een beetje vreemd dit. Nee, maar moet ik je nog betalen hiervoor? Of hoe zit het? Welke waren het nou? Die. Nou, jou nog. Nee, stop. Maar moet ik je hiervoor betalen? Of niet? Ja. Hoeveel? Dat bespreken we nog. Oh mijn god. Oké, weet je, dan ga ik nu naar bed. Althans, jij gaat lekker naar bed. Ik slaap niet. Ik ook niet. Frederik kent geen slapen. Dankjewel, Frederik. Nou jongens, we hebben Frederik even aangesproken op zijn slechte taken. Dan wil ik nog één dingetje doen voor deze aflevering. En dat is de poort hier eventjes goed weghalen. Het is wel mooi geweest met die poort. Want we hebben natuurlijk nu een veel veiligere poort daar. En weet ik wat, dus tegen de tijd dat hier... Hier lopen nooit monsters rond, jongens. Dat kunnen we allemaal gewoon even vredig weghalen. En dan ziet het er denk ik ook iets georganiseerder uit. Althans, dat hoop ik dat het dan is zo. Dan moet... heb ik hier nog blokken? Oh, hier heb ik nog blokken. Kijk, top. Zo, dan kan dit... Zo, dan kan die ook weg. Plaatsen ook even steen. Misschien dat ik dan wel gewoon weer dat hout terugbreng. En dat die dan een beetje omhoog is gehaald. Met gewoon fences. Dat wel leuk is als detail. Even kijken. Ik denk dat ik dat ook gewoon doe. Dat was sowieso een beetje hoe die erin helemaal aan het begin uitzag. Ik denk dat ik het op die manier ook terug wil brengen. Hier heb ik nog fences bij me toevallig. 1, 2.
1, 1, 1, 1, 2. Ik denk dat dit leuk is als detail. Even kijken. Ja, dit ziet er wel beter uit. Iets rustiger. En normaal, die poort zat alleen maar in de weg. Altijd als ik er doorheen wilde lopen of als ik iets wilde doen, zat het compleet in de weg. En dit is zoveel chiller nu. En ik denk dat ik een van de volgende afleveringen echt dit plein hier ga veranderen. Want het ziet er zo, ja, verouderd uit inmiddels. Almadiertjes hier nog. Ja, Brutus is er nog. Ja, Brutus is er ook nog. Moet goed opletten, jongens, zodat er weer wat vermist raakt. Alright, en dan gaan we volgende aflevering gaan we weer veel nieuwe dingen doen, jongens. Dan wil ik wel een iets meer bouwafleveringetje hebben dan dat ik nu heb gedaan. Vandaag viel het wel mee hoeveel er gebouwd is. Op zich wel wat, maar de aflevering ging meer om de vermissingen en zo. Jongens, dan ga ik nu de aflevering afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Sorry dat hij wat korter is dan normaal. Kijk ook zeker even deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden, want ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Kijk gewoon deze video, want dit is vorige onder 2 deel. Twee keer later, Klaas, je had 4 flesjes bier. Tot de volgende keer. Yeah.